So how's it going? It's going, man. So are we supposed to pretend like you just called? Yeah, that's it. It's pretty surreal because there's a huge camera facing me, and you know, this is a casual phone conversation. I mean, am I supposed to be honest right now about what's going on? Well, I don't know. We're supposed to talk about you, right? I think that would be a lengthy conversation. So I say that wouldn't necessarily stand the test of time. Yeah, I just say everything's cool, right? Yeah, just say things are cool. Okay. Just say you're on your way to a gig or something. Oh, you know, 5 minutes away from the apocalypse. I'm just having my last coffee before the apocalypse over here. Yeah, that's the Craig I know and love. Solo. Ja, ik weet niet. Voor mij, ik heb lang in New York gewoond. En daar was ik veel op mezelf, maar ik had daar ook echt een band waar ik 10 jaar lang mee heb samengespeeld. Dus dat was een heel belangrijk gegeven voor mij daar. Om in mijn eentje muziek te schrijven en dat dan vervolgens uit te voeren met die band. Maar nu woon ik hier en het reizen is op zich veel minder vanzelfsprekend geworden. Dus voor mij viel dat stuk een beetje weg toen ik terug verhuisde naar Nederland. Ja, en toen dacht ik van, wat is er gewoon allemaal te vinden in mezelf eigenlijk? Dat was dat de gedachte. Kan ik iets maken wat op zichzelf staat zonder de bijdrage van anderen? Hoewel ik dat wel ook belangrijk vind aan muziek die ik maak. Dat het door verschillende mensen uitgevoerd wordt uiteindelijk. Maar het was min of meer een experiment. En ook een soort van zoektocht. En het is ook iets wat mij heel erg helpt door dit proces te doorlopen. Op het moment dat ik dan weer met een band speel. Je moet een behoorlijk arsenaal aan klankkleuren en ideeën en een soort vocabulaire opbouwen als je solo concert of EP of album wil maken. Het is behoorlijk uitdagend, maar dat kun je met je meenemen, dat vocabulaire. Dus op het moment dat je dan weer met een band speelt, voelt het heel ruim en vol mogelijkheden. Thank you.
Ja, dat was er al wel vrij jong ingebakken voor mij. Vroeger toen ik thuis kwam van de basisschool, mijn basisschool was vlakbij mijn ouderlijk huis. Dan in de lunchpauze thuis kwam ik te lunchen en dan had vader vaak platen aanstaan. En dan deed hij een soort van blindfold test met mij en dan moest ik raden wie er speelde. En nou ja, ik had echt geen flauw idee hoe je dat moest weten. Ik dacht van nou, ik hoor een saxofoon en ik hoor drums, maar ja, wie dat dan zijn, geen flauw idee. Dus ik wist dat aan het begin nooit. Toen zei hij, nou, dit is Sonny Rollins. En dat hoor je binnen één noot. Dat is als iemands stem, is dat. Zoals die man speelt. Zo herkenbaar. En ja, voor mij was dat toen magisch, maar dat heeft wel een zaadje geplant. Dat ik dacht van nou, toen ik eenmaal begon met saxofoon spelen, dacht ik van het wel herkenbaar zijn. Het wel mijn eigen stem zijn, mijn eigen geluid. Daar was ik wel heel jong mee bezig, ja. Ik denk dat vanaf heel jongs af aan, vanaf het moment dat ze uit de buik kwamen, hebben ze jazzmuziek gehoord, misschien zelfs wel erin. Dat is altijd om hun heen geweest. Benjamin Herman heeft een keer gezegd, jongens, jullie hebben zo'n enorme voorsprong gehad. Want vanaf het moment dat jullie jazz gingen spelen, had je het al een jaar of acht gehoord. Ik kan me nog herinneren dat Benny een jaar of vier was. Ja, vier, want daarna zijn we verhuisd. Dat ik Sinatra op had staan en was hij aan het legoen. En toen zei hij op een gegeven moment, wat kan die man jou mooi zingen, pap, zei hij. Dus dat keek ik wel een beetje vanaf. Ik denk, verrek, als je daar nu al oren voor hebt, is dat toch wel bijzonder. Dit is een foto met een van mijn grote helden, Benjamin Herman. Ik denk dat ik hier 15 ben of zo. En hij had mij gebeld om mee te spelen met zijn big band, New Cool Collective Big Band. En ja, toen ik hun voor het eerst hoorde spelen in Groningen, toen dacht ik van, oh ja, saxofoon, dat is wat ik wil. En ik was toen 11 of 12, 3 jaar later werd ik gevraagd om met zijn band mee te spelen. Dus dat was natuurlijk een bizar moment voor mij, ik was super zenuwachtig. Maar het was ook heel erg leuk en toen moest ik opeens wat met hem zingen voor de microfoon. Dus dat was echt een gaaf moment. Dit is een foto met Simon Richter. Ook een super belangrijke persoon in mijn ontwikkeling als muzikant. Ik heb van hem echt allemaal een manier van denken aangeleerd gekregen. Simon is heel gestructureerd en logisch in zijn benadering van muziek, maar heeft daarbij ook een heel groot hart. Dus het zit van alles in het hart en het hoofd. En ik heb van hem zoveel geleerd wat dat betreft. En ook heel veel met hem gespeeld. Dus hier was ik misschien 16. Nooit perfect. En ik vind het inderdaad een van de leukste dingen om mee bezig te zijn. Na te denken over welke klanken je de wereld in wil helpen en welke waarden je daarmee
wil uitstralen. Dat is, ik vind dat een heel leuk proces. Ja, ik was vroeger wel van, nou nog steeds wel, maar van de structuur en de lijstjes en een soort van het tastbaar proberen te maken van het oefenproces. Dus hier staan ja, allerlei soorten oefeningen in. Het is bijna een soort meditatieve oefening voor geluid. Het heeft ook veel te maken met voorstellingsvermogen. Dus het helpt mij heel erg om voor te stellen hoe ik wil dat het geluid in de ruimte reist. Dus ik denk dan dat ik naar de achterkant van de ruimte of van de zaal probeer te projecteren. Zodat ik de mensen die achterin zitten bereik. En het heeft niet zoveel met volume te maken, maar wel met projectie. Dit is een hele belangrijke plaat voor mij. Sonny Rollins, Live at the Village Vanguard. En ja, dat is wel een van de platen waar ik nog steeds evenveel bij voel als toen ik het voor het eerst hoorde. Journey in Satchidananda. Dat is een plaat van de vrouw van John Coltrane. Het is een goed voorbeeld van een plaat waarbij er eigenlijk de composities niet zoveel om handen hebben, maar er toch heel veel gebeurt. Dus met weinig heel veel zeggen. A Love Supreme van Coltrane. En ja, Coltrane is wel een van de allerbelangrijkste inspiraties voor mij. En dit is eigenlijk zijn ode aan, ja, The Love Supreme, wat het dan ook is. Het is niet een soort godheid, allesomvattende liefde. Daar gaat het volgens mij over. Dit is het opgenomen resultaat. Ja, mijn vader is platenverzamelaar, hij heeft een platenzaak. Dus natuurlijk moet hij dan ook op vinyl. En het liefst gekleurd vinyl. Ja, dit is een beetje mijn ode aan 10 jaar in New York. En aan de stad zelf en aan mijn ervaringen daar. En de mensen die ik daar ben tegengekomen, waar ik veel mee heb samengewerkt. Dus ja, dit is hem. Ja, waar ik over droomde was vooral naar New York gaan eigenlijk. Vanaf mijn 13e was dat soort van wel ingegrift
Hoe zeg je dat? Dat was wel een idee wat vrij vast in mijn hoofd zat. Dat wilde ik echt per se. En ik heb wel alles gezet om dat te bereiken. Ik wilde zo snel mogelijk daarheen. Dus dat was eigenlijk hetgene wat me het meest heeft bezig gehouden vanaf mijn 13e ongeveer. Tot mijn 17e, tot ik daar heen ging. En andere dromen, ja, ik had wel allemaal dromen. Wat ik dan in New York wilde bereiken, met welke mensen ik wilde spelen. Van die ik les wilde hebben. Plekken waar ik zou kunnen spelen, dat soort dingen, daar dacht ik over na. Ja, toen hij daarheen ging, moest ik zweten van bezorgdheid, zeg maar. Ik denk, nou, wat gaan we nou krijgen, zeg. En op een gegeven moment weet je dat het dan toch doorgaat. En dan denk je, nou ja, we zullen wel zien. Ja, dat moet je. Je kunt niet zeggen van, ik bind je vast en jij blijft hier, dat gaat niet door. Terwijl iemand zo van binnenuit die gedrevenheid voelt. En ja, die muziek betekent alles voor hem. Dus, god, ja, je houdt hem niet tegen. Je moet hem laten gaan. Ja, nou, daar hebben we ons toen maar bij neergelegd. Ja, het was voor mij gewoon overduidelijk dat dat moest gebeuren. En ik weet nog dat ik dat ook helemaal niet raar vond dat ik daar was en daar rondliep en mijn eigen huis had geregeld. En ja, dat was heel vanzelfsprekend toen. En terwijl nu als ik dat zie met de wijsheid van de jaren, dan denk ik van wauw, dat is echt heel jong. Dit is een foto van mij met mijn moeder en hier staan we op Times Square. Een soort van het iconische beeld van New York. Mijn moeder heeft mij door de jaren heel regelmatig bezocht daar. Dat was altijd supergezellig, dus die heeft mijn ontwikkeling ook wel meegemaakt in de stad. En dit is mijn vader toen hij mij bezocht in New York. Het was het laatste jaar dat ik in New York woonde. En ja, het was een hele bijzondere periode om met hem mee te maken daar in de stad. New York is sowieso een stad die hem heel erg aanspreekt. Er zijn superveel platenzaken en het is echt een plek waar de jazz leeft. Dat is vol met mensen. Er is bijna geen enkele plek waar je niemand tegenkomt. Maar ik heb wel veel regelmatig gespeeld op de Williamsburg Bridge, vlakbij mijn huis. Daar heb ik wel geoefend en daar gaat het verkeer een beetje aan je voorbij. Zijn wel wat hardlopende mensen of wat voetgangers die de brug oversteken en voor de rest fietsers. Maar het is daar relatief rustig. Het voelt wel alsof je
een soort van overzicht hebt over de stad daar. Want je hebt ook letterlijk uitzicht over heel Manhattan. Dat vond ik een fijne plek om af en toe naartoe te gaan, om gewoon te oefenen en met uitzicht op de stad en de ruimte daar te voelen. Dat vond ik heel prettig. Simpel. Het is een onvoorstelbare, gedisciplineerde, bezeten, dat is misschien een beetje een hele harde uitdruk, maar die is vanaf zijn 12e, 13e heb ik een geluidscabine voor hem in elkaar gezet met een vriend van mij. Nou ja, toen dat ding binnenkwam, dan dacht je, gooi hem gelijk in bij het oud vuil. Ja, daar heeft hij dus jaren in gezeten in dat ding. Dus ik fronste wel eens mijn wenkbrauwen. Ik denk, wat moet dit worden? Dit is een beetje... gaat een beetje te ver, maar ja, als je zo in die muziek opgaat en in verdwijnt, ja, dat vond ik wel bijzonder. En dat is ook bijzonder. Ik zie iemand die ik steeds beter begrijp, eigenlijk. Well, I think the first thing that I think of is his dedication and when I met him at 18, I mean, he was pretty blindly dedicated to music in a way that very few people were. Ik snap gewoon beter wat mijn beweegredenen zijn, waarom ik reageer op bepaalde situaties zoals ik reageer. Ik heb gewoon het idee dat ik beter kan herleiden waar mijn gedrag vandaan komt. Beter weet wat echt belangrijk voor mij is. En daardoor ook steeds beter weet wat de muziek is die ik wil maken. How's the recording going? Recording of the solo stuff? I mean, not. I've been teaching quite a lot, more than I have in all these years that I was teaching. So that's been kind of the main thing. And I've done a couple gigs so far. Yeah. And I'm slowly starting to write some music, working on some solo stuff, and you know, learning how to document it, record it, and trying to find a way to put it out into the world, you know? Heb je het wel eens met je vader over je ideeën voor een solo album? Ik heb het nog niet zo met hem besproken eigenlijk. Ik denk, je zou zeggen dat het moeilijk is.
zou je dat nou wel doen? En waarom? Dus ja, dat moet nog, dat antwoord moet je nog verschuldigd blijven. Dat is geweldig, alleen dat is nagenoeg onverkoopbaar. Dus je brengt wel een cd uit om voor de verkoop. En ik bedoel, Sonny Rollins heeft dat ooit gedaan. Ja, en daar is natuurlijk een heel klein publiek voor. Nagenoeg niet. Het zijn meer muzikanten die dat dan kopen. Maar een soloalbum, nou, ik zou het niet doen. Ik zou dan liever een paar solo-nummers op een LP met verderop een trio of een kwartet, zeg maar. Is men daarmee bezig om daarover na te denken? Hey, Paul. Ik weer even. Ja, daar zijn we wel over aan het nadenken, ja. Jij alleen? Ja. Nou ja, er wordt mij gevraagd, ja. Ja, ik had het meegekregen. Ik had al een beetje voorspeld dat jij zo zou reageren. Ja, maar een hele cd vol. Monk? Ja, Monk, maar een pianist. Autonomie vind ik wel heel belangrijk, dus een soort van, ja, zelf mijn eigen beslissingen maken en geen verantwoording daarover afleggen aan anderen, dat vind ik op zich prettig, maar los daarvan ben ik ook wel iemand, ja, de muziek bestaat ook bij gratie van andere mensen, uiteindelijk alle muziek die ik tot nu toe heb gemaakt, dus het verbinden is ook absoluut belangrijk. Maar kijk uit dat je niet overdrijft in die documentaire, want hij is niet de enige die heel erg goed is in Nederland, hè? Heel veel talenten in Nederland op het jazzgebied. Of mensen die heel goed kunnen spelen. Vergeleken met een hele hoop buitenlandse mensen. Speciaal voor iedereen.